Breda Nu. Je weet het meteen. Deze week staat Single College in het teken van duurzaamheid. Om die reden organiseerden studenten van deze school een goede doelen diner. Dit jaar was het gekozen doel de voedselbank. En daarom vind ik het ook weer zo heel erg mooi dat jullie voor als goed doel voor deze avond de voedselbank hebben gekozen. Want helaas, ik kan niet vaak genoeg zeggen, zijn er nog steeds mensen die te weinig geld hebben om rond te komen. Waar altijd weer een stuk maand over is, een stuk week over is, waar niet genoeg geld is om alles te doen wat wij eigenlijk allemaal zo normaal vinden. Ik vind dit een heel mooi voorbeeld van een activiteit waar het heel mooi samenkomt en waar het ook nog eens toekomstbestendig is. Heel erg mooi om daar even bij te mogen zijn vanavond. Duurzaamheid is een hot thema tegenwoordig en dat willen we bij onze studenten ook overbrengen. We hebben toen gezegd van nou, we gaan een project draaien met z'n allen, onze bedieningsklasse en onze koksklasse. En we hebben ze alleen maar verteld duurzaamheid en maak er een project van. En zij zijn zelf met deze avond op de proppen gekomen. Met daarbij het eten wat erbij hoort, met de drank die erbij hoort, met het thema duurzaamheid, alles daarin. En daarbij het goede doel wat ze bedacht hebben, en dat is de voedselbank van Breda. Hebben de leerlingen zelf inspraak gehad op deze avond, wat ze gingen koken? Ik heb geen inspraak gehad. Dus zij hebben alles zelf bedacht. Recepturen bedacht, werkwijze bedacht. Wie wat gaat doen, hebben ze ook zelf bedacht. Dus ja, ik loop er wel bij, mijn kleding, maar ik heb eigenlijk nog niks gedaan. En jij bent projectvoorzitter. Wat houdt die functie precies in? Dat alles eigenlijk goed loopt en dat er geen problemen meer komen. En proberen als we problemen hebben op te lossen. En wat vind je hoe de avond tot nu toe verloopt? Eigenlijk wel goed. We liepen wel wat tegen problemen aan, maar het is allemaal opgelost. En wat gaat er nog meer gebeuren deze week? Wij draaien deze week is onze Vega-festavond, dus alleen maar veganistisch eten. En de rest van de week staat in het teken van duurzaamheid producten verzamelen voor de Voedselbank Breda. U kunt al uw producten ook gewoon live naar school brengen. U kunt ze doneren in de bakken, wij doneren dat eind van de week. En daarbij hebben we een loterij. En die loterij, mooie prijzen mee te verdienen, 2 euro per ticket. Kan gewoon aan school gekocht worden. En ook die opbrengsten gaan geheel naar de Voedselbank. Breda Nu. Je weet het meteen.